Ik heb hier het programma aangesloten, dus dat doet het ook. Het is eigenlijk alleen nog de camera, die staat nu al. Dan ga ik hem goed afstellen. Dat is ook nog een hele uitdaging. Hallo, ik ben Nout van Aschkamp, ik woon in Helmond en ik speel piano voor mijn YouTube-kanaal. Ik vond het gewoon prachtig, de muziek, de emotie die je erbij krijgt. Als je een film kijkt, de melodieën. Dit is Titanic. Helemaal goed. Wanneer ik begon in de gaten te krijgen dat ik kijkers kreeg, was eigenlijk bij een van mijn eerste filmpjes van The Village. En op een gegeven moment had ik daar, ik keek niet dagelijks op de filmpje, maar er waren ongeveer 1000 views of zo. Hè, naar een half jaar of zo. En ik denk, en ik kreeg comments erop. Ik denk, dat is wel leuk, hè, dat mensen erop reageren. Want eigenlijk was het gewoon voor mezelf. Het ging me voornamelijk ook om jezelf ook te zien. Hè, dus eigenlijk een beetje een soort reflectie. Gewoon kijken van, hoe klinkt het nou? Hè, en je eigen progressie kunnen volgen. Maar je ziet het natuurlijk op een gegeven moment wel stijgen. En laatste Halloween zat het er wel aan te komen van, ga ik die 10 miljoen halen of niet? Ja, en dus het is deze Halloween gelukt. Zo, drie puntsverlichting. Ik heb groene lampjes gekozen. Er komt een nieuwe film uit van de Matrix. Dus ik denk, het is misschien wel leuk om een stukje van de Matrix, waar ik op dit moment mee bezig ben, om dat te spelen. En dan maak ik een fout. Oh nee. Ja, de spanningen. Ja, dan is het weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, het is alles in één take. Ja. Ik heb wel eens filmpjes gemaakt van 17 minuten. Ja, dat is mega frustrerend. Als het dan net op het laatste, dan gaat de hartslag echt enorm omhoog. Zelfs ook toen ik net begon hoor, bij 4 minuten nummers. Ja, de hartslag gaat enorm omhoog. Ik heb ook wel eens een filmpje opgenomen toen ik een camera van een vriendje van me had geleend. Tot ik echt op het einde begon te schelden. Dit krijg ik dus typisch ook vaak, hè. Requesten. Can you please play Riders of Doom from Conan the Barbarian. Dat is trouwens van een hele goede componist, die helaas niet meer leeft. Op het laatst had ik van ook een andere jeugdheld, Jean-Claude Van Damme, van de film Bloodsport en Kickboxer, had ik een videootje gemaakt, super trots op. Ja, en dan zie je misschien in totaal 6 comments. Terwijl ik echt, daar ben ik echt trots op, meer trots dan bijvoorbeeld dit videootje. Dan is het dan wel spijtig, maar goed, het hoort erbij. Maar het is niet tot ik het wakker van liggen of zo, of dat ik het super belangrijk vind.